Duikers van de Sneker Brandweer lokaliseerden vrijdagmiddag een auto op de bodem van de Rozengracht in Harlingen. Woensdag en vrijdag kwamen er meldingen van schepen binnen dat er iets op de bodem lag. Uit onderzoek bleek dat een personenauto precies in het verlengde van de trailerhelling in het water lag. De brandweerduikers stelden vast dat er niemand meer in de auto zat en maakten een kabel vast. Via de trailerhelling kon Berger CL Internationaal de auto eenvoudig uit het water halen. Eerder in de week was het bergingsbedrijf al gebeld door een Harlinger die een auto miste. De Opel Vectra was 9 september gestolen van een vlakbijgelegen parkeerterrein van de Vestdijk Scholengemeenschap. De kans is groot dat het voertuig is gebruikt voor criminele activiteiten en vervolgens via de trailerhelling in de Rozengracht is gedumpt. Bij de berging was duidelijk zichtbaar dat enkele boten over het dak van de personenauto zijn gevaren. De politie probeert nog te achterhalen wat er tussen de diefstal en het dumpen in de gracht met de auto is gebeurd.